En wij hebben heel duidelijk met elkaar afgesproken dat we dit seizoen succesvol willen afronden. Dus dat is stap 1. En daar gaat vanaf morgen weer de focus op met de start van de vierde periode. Als het gaat om het contract van Peter, zijn daar uiteraard al functioneringsgesprekken in geweest. Ook oriënterende gesprekken richting het nieuwe seizoen. Dus we hebben een hartstikke positieve intentie om ook volgend seizoen met elkaar verder te gaan. En dat moet eigenlijk de komende periode concreet worden. Alleen heb je enerzijds te maken met het nu als het gaat om gewoon gas geven met elkaar en de doelen van dit jaar behalen. De harde doelen, dat is het aantal punten wat we willen halen om play-offs te spelen. Daar liggen we prima op koers. De zachte doelen zijn vooral de ontwikkeling van het team en de ontwikkeling van de staf. Nou, ook daar zijn we hartstikke positief over. En daaraan gekoppeld zullen we dus vooruitkijken naar volgend seizoen. En hopen we dat we daar in maand maart, eind maart, wat concreter over kunnen zijn. Maar wij willen zeker met Peter doen. Ja, de intentie bij de partij is aanwezig om door te gaan. Ja, zeker. Kijk, uiteindelijk is Peter hier ingestapt in een periode dat de club helemaal op zijn gat lag. Op dit moment zit de club in de lift. Heeft Peter daar een hele belangrijke bijdrage ingeleverd met zijn staf. En dan is het ook logisch dat op het moment dat we door willen groeien, dat we eerst kijken of we met de huidige trainer ook daarin verder kunnen. Het wel of niet halen van de play-offs, gaat dat nog een rol spelen bij contractverlenging? Nee, absoluut niet. Nee, we willen sowieso graag met Peter verder. Dat is ook in de gesprekken ook op die manier aangegeven. Het doel vooraf was spelen voor play-offs. Nou, dat doen we. Alleen het doel is nu, omdat wij zo dichtbij zijn, we willen het ook halen. Ja. En dat is vooral voor de groep op korte termijn belangrijk. Dus vandaar ook dat het parallel loopt, maar dat het niet doorslaggevend zal zijn. Er komt dus een nieuw contract voor Peter van den Berg. Kan je al iets zeggen over de contractduur? Heb je daar een bepaald beeld bij? Nee, dat is ook lastig, omdat zo concreet zijn we dus nog niet. Dat zal deze maand concreter worden. En dat heeft ook gewoon te maken met hoe staat de club ervoor volgend seizoen, wat zijn de mogelijkheden en ook op langere termijn. En de situatie nu is heel simpel. Als er mensen opstaan die meer willen sponsoren of supporters kopen weer een seizoenkaart, dan kan dat naar het budget. Hebben we meer budget, hebben we grotere kansen om door te groeien. En dat beeld hebben we nu nog niet, dus dan is het ook best lastig om al heel ver vooruit te kijken. Dus nee, dat gaat nog niet.